Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Zeger van der Wal, bestuurskundige. Goedemiddag. Goedemiddag Zeger, leuk dat je hier in Leiden bent. Zeker. Van jouw hand is een pamfletje verschenen. Een klein boekje. Een mooie aanleiding om eens met elkaar over het openbaar bestuur in Nederland van gedachten te wisselen. Wat er zo al mis aan is. Je hebt het pamflet een titel meegegeven. Ambtelijke helden gezocht. Dus dat roept al direct de vraag op wat een held is. Zometeen meer. Jij bent een praktijkjongen. Hè? Maar ondertussen ook wel hoogleraar met een behoorlijk publicatieprofiel. Dus eigenlijk iemand die de universiteit goed kent. Maar het openbaar bestuur ook goed. Misschien nog wel beter. Ja. En überhaupt ook de onderwijsschil ook van ambtenarij buiten de universiteit in de lucht houdt. En weet hoe mensen die al volwassen zijn in hun werk denken en zo en zich verder ontwikkelen. Klopt. Dus dat is, ja. Dat is een interessante perspectief toch wel van iemand die dus weet hoe het in de klei van alle dag werkt. Ja, het is grappig dat je het woord klei noemt, want ik noem mijzelf wel eens als ik nou, voor een groep sta waar ik een paar dagen mee aan het werk ga, een poten in de modder professor. Ja. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat ik in de loop van mijn carrière de Ivoren Toren iets wat heb verlaten. In de zin van dat ik niet de hele dag op mijn kamer publicaties zit te schrijven over het bestuur, zonder ooit een gemeente of een ministerie binnen te wandelen. Maar me eigenlijk heb ontwikkeld als iemand die erg probeert praktijk en wetenschap met elkaar te combineren. En ik vind in ons vakgebied dat ook eigenlijk wel belangrijk, moet ik zeggen. Ja, ja, nou ja, je bent wel een, ik zou niet zeggen roepend in de woestijn, maar er zijn maar een klein, er zijn maar, er zijn, ja, er zijn niet veel bestuurskundigen die zo opereren, volgens mij. Het is, willen het graag, ze pretenderen het ook. Ja. En dat is ook wat het is, hè? De universiteit is gewoon een hele introverte ivoren toren geworden. En ook nog druk met onderwijs. Ik zie in je ogen dat jij dit te kritisch vindt, maar nou, ik zit er ondertussen even na te denken. Ja. Want ik ken best wel een hoop collega's, hoor, die nou ja, via of nou, de NZB is in Den Haag of vanuit Leiden, Center Professional Learning Twente, Nijrode, Utrecht, Rotterdam lopen ze ook wel rond. Wel op allerlei manieren proberen een wetenschappelijke loopbaan te combineren met commerciële onderwijstrajecten, contractonderzoek, soms ook een eigen consultancypraktijk. Ja, ja. Dus ze zijn er wel degelijk. Wat zijn zo de problemen waar die gasten in het openbaar bestuur tegenaan lopen? Ja. Wat hoor jij tijdens jouw commerciële opleidingstrajecten als van studenten als ze zeggen van ja, en nu speelt dit in mijn... Komen ze dan met die concepten aan waar wij op de universiteit ook mee bezig zijn? Bijvoorbeeld, wat is menselijke maat? Of kun je eens voorbeelden noemen? Ja. Maar ze hebben natuurlijk vaak net iets ander vocabulaire voor. Maar een aantal zaken die we als bestuurskundigen wel al heel lang bestuderen. Bijvoorbeeld hoe kun je meer, zeg maar, ontkokerd over grenzen heen samenwerken. Hè? Zowel binnen de publieke sector, maar ook publiek-privaat middenveld. Dat is wel iets wat speelt. Ja. En in de praktijk noemt men dat dan opgavegericht werken. Die termen je vast wel eens tegengekomen. Dus ja, we gaan vanuit de opgave veel meer van buiten naar binnen denken. Ja. Maar ja, dan kom je binnen in die publieke organisatie. En dan zie je dat die hark en al die kokertjes en die verschillende afdelingen met hun budgetten en hun verantwoordingscycli en mensen met directeur op hun visitekaartje en natuurlijk gewoon nog steeds bestaan, net als 30 jaar geleden. Dus die praktijk is heel weerbarstig. Hè? Als je zegt van ik wil iets aan klimaat of energietransitie doen, asiel, grote vraagstukken van deze tijd, dan moet je dat eigenlijk, zeg maar, heel integraal aanvliegen. Er zijn alle ministeries bij betrokken. Lijkt toch iedere keer maar heel moeilijk om daar ook echt de ruimte vervolgens voor te vinden. En het, kun je eens nog wat meer uitpakken hoe dat dan gaat? Dus, zeker. Dus ja. Bijvoorbeeld de asielkwestie. Laten we de discussie proberen te focussen op dat die bijvoorbeeld vorige zomer, toen werd het toch duidelijk dat ze in de buitenlucht sliepen. Ja. Dus daar kun je allemaal kritiek op hebben van we hebben te veel instroom, het integratiebeleid is geen beschavingsoffensief, allemaal kritiek voor een deel ook terecht. Ja. Maar gewoon heel concreet, als ze er eenmaal zijn en ze liggen daar te slapen voor een opvangcentrum, dan zit eigenlijk iedereen wel zo te denken, goh, dit... Ja, hoe kan dit? Ja, in een land als Nederland en zo. En hadden we dit niet aanzien komen. Mark Rutte roept wat en de volgende dag slapen ze nog steeds niet in een tent. Precies, ja. En de vraag is dan steeds van wie is aan zet? En dan zie je dat wij hebben een heel, vind ik echt, overgeorganiseerd
openbaar bestuur met ontelbare regio's en lagen en partijen die dan aan zet zijn. En dus IND wijst naar COA en COA zegt een gemeente, provincies of veiligheidsregio's. Dat is ook zo'n zeg maar, nieuwe bestuurslaag, zou je kunnen zeggen, die over steeds meer dingen gaat. Dat vind ik wel in ons bestuur soms als een beetje een probleem. Dat je denkt, het zou allemaal wel wat simpeler kunnen. Je kunt ook als je nieuwe wetgeving ontwerpt, ook eens gaan kijken van wat voor oude wetgeving zouden we dan moeten schrappen. Want je ziet, wetgeving accumuleert eigenlijk alleen maar. En leidt daardoor ook vaak tot uitvoeringsproblemen. Nou ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij in Nederland, vind ik, ons openbaar bestuur is niet zo goed in nee zeggen. Dus je ziet dan in kamerdebatten, bewindspersoon versus kamer, altijd maar meebuigen, weggeven. Natuurlijk gaan we daar naar kijken, natuurlijk gaan we dat doen. We zullen alle vragen beantwoorden. Richting de kiezer geldt een beetje hetzelfde. Hè? We gaan alles doen wat u van ons vraagt. Meer, meer, meer. Terwijl je eigenlijk ook zou moeten zeggen, en dat leer ik ook mijn volwassen studenten in strategie 101... He, van je kunt dus een goede strategie hebben als je ook heel goed weet dat je niet meer gaat doen. En wat je echt wel wil doen en dat dan ook heel goed wil doen. Dat vind ik wel een probleem in ons openbaar bestuur. Ja, en er zijn talloze, ik kan nog wel even verder gaan hoor. Nou ja, ik hou ook wel van concrete voorbeelden. Ja, noem nog eens een concreet voorbeeld waar dit speelt. Want ik ken ze natuurlijk alleen maar uit de media. Dus, Nou ik denk energietransitie is een ander mooi voorbeeld. Natuurlijk een hele grote op het moment. Waarbij je gewoon ziet van ja, je kunt als Jette en als ministerie wel iets willen. En overigens hoor ik van heel veel mensen uit allerlei wandelgangen dat hij het best wel heel goed doet hoor. En dingen voor elkaar krijgt ook. Maar je hebt natuurlijk ook, je moet ook energiemaatschappijen, moet je bijvoorbeeld meekrijgen. De netbeheerders, de Lianders, ik woon zelf in Amsterdam, van deze wereld. Die dan opeens zeggen, capaciteit is gewoon op. Dus ja, ik kan allemaal meer laadpalen willen neerzetten. Maar dan moeten we allerlei dingen gaan bijbouwen en ampères verhogen in huizen en dat soort dingen. En dan blijkt ook maar weer van, de overheid gaat daar helemaal niet meer over. Gemeenten hebben ook een belangrijke rol in te spelen. Ja. En zo zie je telkens maar weer, nog maar niet spreken, van laten we zeggen, de Shells van deze wereld. En misschien kun je Greenpeace en Wereld Natuurfonds ook nog wel slimmer inzetten in allerlei campagnes. Dus je moet eigenlijk steeds meer een beetje vanuit die driehoek markt, overheid, middenveld gaan denken. En voor bestuurskundigen is dat misschien een gesneden koek. Hè? Maar een beetje die sectoroverstijgende samenwerking wordt een hele belangrijke. En dat vraagt een nieuw type publiek leiderschap. Als je dat vergelijkt met iemand die gewoon een top-down bureaucratie moet runnen. Ja. Want op de een of andere manier is dat de zelfperceptie, de beroepsperceptie van aspirant bestuurders die van de universiteiten afkomen. Dat is trouwens een probleem op zich, denk ik. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Dat ze allemaal van de universiteit komen. Dat geeft geen hands-on publiek, zeg maar. Klopt. Dus, maar ze komen met een mindset van ik ga hier de boel vanuit de spreadsheet organiseren. Gek genoeg. Terwijl in jouw boek las ik van je had vroeger de top-down Weberiaanse bureaucratie. Toen had je de managementuniversiteit van Mean en Lean, efficiënt. Een beetje communicatiemanagement, maar niet de klassiek. Dus de bureaucraat die was nog bijvoorbeeld niet echt van multitask. Die deed gewoon één ding netjes, die ging om 5 uur naar huis, maar zijn werk was goed gedaan. De manager is veel meer integraal aan het opereren, denkt ook veel economischer. Ja. Maar dan komt er een verbindend type op eigenlijk, idealiter, in jouw schema. Ja. En is het nou zo dat studenten, dat aspiranten, leiden ze toch op de fuik van de Weberiaanse bureaucratie in zwemmen? Soms een beetje mean and lean, maar eigenlijk dat verbinden nog niet. Ja, dat is wel een hele mooie vraag eigenlijk. Want je hebt het over de publieke manager 1.0, 2.0, 3.0, hè, zoals die ook in het boekje langskomt. Heb ik overigens niet zelf bedacht hoor. Die zijn maar die drie typen visies eigenlijk op publiek leiderschap. Die worden ook door veel collega's wel onderschreven. Ze worden alleen heel vaak chronologisch neergezet. En daar zeg ik altijd van, dat klopt niet. Want als je naar de praktijk kijkt, dan zijn het veel meer eigenlijk type repertoires, type gereedschapskisten, waar een effectieve publieke manager uit kan putten. Dus soms moet hij even Weberiaans, strak op de bal, procedure-focused, zeg maar, te werk gaan. Soms gaat het heel erg om, managen, dus kijken naar prestaties, contracten, performance, et cetera. Ja. Maar ik denk steeds meer dat die verbindende rol niet alleen maar iets is wat politici zouden moeten doen. Dat is natuurlijk van oudsher zo. Hè? Dus ambtenaren werken achter de schermen. Politici staan op de zeepkist. En die spreken burgers en bedrijven, moeten plannen verkopen. Maar wat ik in dat essay ook erg betoog, en vandaar ook juist de ambtelijke helden gezocht, hè? Dat die ambtenaar denk ik een grotere rol kan en mag en moet spelen. Ook in het verbinden
met de buitenwereld. En nou, slimmer verkopen en branden, om maar eens een mooi Nederlands woord te gebruiken, van plannen en programma's. Nou, is er ook wel wat kritiek op deze lijn van denken. Bijvoorbeeld zie je al bij Ruud Kolen, overigens een PvdA-politicus, maar ook een hoogleraar politicologie, die kwam met het concept, met een vernieuwing van het concept de vierde macht. En dat komt eigenlijk op neer dat hij zegt, er is een technocratie, een heerschappij van experts, expertocratie, spreekt hij ook van, van ambtenaren, die in Nederland eigenlijk heel veel touwtjes in handen hebben. En of het nu een mix is van Weberiaans managerial of binnen het leiderschap, laten we even in het midden, of dat het iets anders is. Maar in ieder geval, die zeepkist is juist heel erg tot zeepkist gemaakt. De politicus staat alleen nog maar een beetje als een soort Indiaan bij een pand soep in Den Haag. En allerlei mensen denken dat dingen uit voort worden getoverd. Maar eigenlijk, zijn argumentatie even door mij geïnterpreteerd, is het vooral de ambtenaar die het al lang voor het zeggen heeft. Ja. En de kritiek vanuit de samenleving en het middenveld is heel erg van, ja, die technocratie, die ambtenaar is veel te machtig. Ja, dat is interessant. Hoe kijk jij naar deze... Ik sta daar net iets anders in. Ga ik hem even heel scherp ook proberen te formuleren. Ja. Kijk, ik denk dat het lang zo is geweest tot, laten we zeggen, eind jaren 90. Dat ambtenaren inderdaad veel voor het zeggen hadden. Dat topambtenaren heel lang op hun plek bleven zitten. Dat ze vaak de sector en de inhoud ook veel beter kenden dan de minister. Op een gegeven moment zijn er een aantal, tegelijkertijd een aantal ontwikkelingen geweest die misschien soms bewust, soms onbewust, eigenlijk denk ik te samengenomen hebben geleid tot juist een afname van de invloed van die ambtenaar. Drie dingen eigenlijk. Dus de nieuwe public management filosofie, het verbedrijfsmatigen van de overheid, het op afstand zetten van heel veel taken, privatiseren, keren van veel agentschappen, ZPO's, prestatiecontracten, waardoor eigenlijk de politiek weer wat strakker de touwtjes in handen kreeg, omdat ze heel sterk op de uitvoering konden gaan sturen, ook met geld. Twee, de oprichting van de Algemene Bestuursdienst, hè, dus een Senior Executive Service. Eigenlijk een eigen organisatie. Ja. Nou, ik ga hem toch heel even afmaken. Maar dat is moeilijk. Het is goed om het te concretiseren. Ja. Dus hou deze even vast. Ja. Bij die vorige. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld die agentschappen en die marktwerking. Hè? Dus de bekende theorie. Bekende beleidskaders. Maar ook voor de mensen. Van wat zijn nou voorbeelden die daar typisch voor zijn? Dus de dingen die dan... Ik bedoel, ik denk dan meteen aan de NS bijvoorbeeld. Ja. Maar wat zijn andere dan wezenlijke voorbeelden die dit illustreren? NS ProRail, we hadden het eerder over het hele energielandschap. Hè, dat veel meer op afstand is gezet en is opgeknipt. Ja. Waardoor je nu dus ook ziet dat de overheid daar niet zomaar meer op kan sturen als het gaat om energietransitie. Ja. Maar ook, laten we zeggen, of het nou om Belastingdienst, Duo, UWV, Kadaster gaat. Dat soort organisaties zijn steeds meer op afstand gezet van de moederministeries, de departementen. Vanuit de gedachte, althans dat was het verhaal, dat was het frame van het kan allemaal bedrijfsmatiger en efficiënter. Voor een deel is dat denk ik ook wel gebeurd, ook door automatisering. Maar ik denk wat er soms ook een beetje achter zat, was ook alweer het teruggrijpen van de invloed over dat soort processen door politici, door bestuurders. Omdat die het gevoel hadden van die topambtenaren, die zijn maar iets te machtig geworden. En daar komt dat begrip de vierde macht natuurlijk ook vandaan. Hè? En, dat is nog van de macht van de ambtenaren. Dus wat is dan een voorbeeld van een politicus die de macht grijpt in... Want ik denk aan het RIVM of aan de NS, daar heb ik toch helemaal totaal niet het idee dat de politici daar nou zoveel macht over hebben. Of zeg jij van, dat is een verkeerd idee? Nou ja, kijk, als je zeg maar eind jaren 90, begin 2000 kijkt, want dat is een soort scharnierpunt, hè, deze discussie. Dan weet ik nog wel, je had op een gegeven moment Aart-Jan de Geus versus Tjibbe Joustra. Het ging toen over de zogenaamde gouden kranen bij het UWV. Waarbij hij zei van, nou, dit kan helemaal niet. Jij moet weg. Juist, hij zei, dit kan helemaal niet. Jij gaat er helemaal niet over. Moest uiteindelijk toch het veld ruimen. Je had Zweden van Wijnberg, die in een interview geloof ik zei, nou, mijn minister weet eigenlijk niks van de economie. Nou ja, moest toch ook wel weer het veld ruimen. En dus het was wel een tijd waarin, laten we zeggen, een beetje oude generatie, vrij stoere, invloedrijke, stevige topambtenaren ook wel het veld moesten ruimen. En in de slipstream daarvan, die andere twee ontwikkelingen, dan kom ik weer even terug bij de denklijn, zodat ik mezelf ook niet kwijtraak. Nee, heel goed. De Algemene Bestuursdienst werd opgericht, hè, dus naar buitenlands voorbeeld. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen een centrale club van topambtenaren, destijds 300 tot 500, eind jaren 90, inmiddels 1900 functies die onder de Algemene Bestuursdienst vallen, die eigenlijk, laten we zeggen, een soort eigen personeelsbestand vormen binnen binnenlandse zaken, met eigen opleidingskaders,
eigen MD-trajecten, et cetera. Met een, eigenlijk een verplichte functierelatie na 7 jaar. Nou, ik denk dat mensen dat een goed idee vonden en nog steeds vinden. Hè? Want je had vroeger DG's die 15, 20 jaar bleven zitten. Dat werd inderdaad echt een vierde macht, soms een hindermacht ook. Maar je ziet in de praktijk dat die 7 jaar ging op een gegeven moment naar een gemiddelde van 4,3 jaar. Inmiddels weer bijna 5. Maar je ziet dus juist dat ambtenaren zo snel eigenlijk van plek verwisselden, dat ze niet genoeg deskundigheid en gezag juist konden opbouwen die nodig was om ook tegenwicht te bieden aan dus die politici die eigenlijk de macht weer een beetje terugkaapten, zou je kunnen zeggen. Dan had je ontwikkeling 3, dat was de zogeheten Oekase Kok, althans zo is hij gaan heten, die eigenlijk het rechtstreekse verkeer tussen ambtenaren en kamerleden aan banden legde. Dus ambtenaren mochten niet zomaar met kamerleden praten zonder expliciete toestemming van de minister, en die gaf daar heel vaak geen toestemming voor. Dus eigenlijk die drie ontwikkelingen, nogmaals, misschien niet intentioneel, hè, maar dat is een beetje mijn analyse in het essay, als je ze samenpakt met z'n drieën, hebben juist geleid na die vierde macht tot een afname van de invloed van de klassieke stevige deskundige topambtenaar. En ik pleit er een beetje voor dat die juist weer zijn rol pakt en in zijn kracht wordt gezet. Omdat nu zie je juist dat doordat er zoveel partijen in kabinetten zitten, zulke dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn, veel compromissen, eigenlijk die ideeënstrijd, die naar mijn beleving heel belangrijk is, hè, dat het schuurt op die bovenste verdiepingen van ministeries en gemeenten, een beetje tanende is. En de grote vraagstukken van deze tijd, die vragen juist om een hele stevige ideeënstrijd, niet alleen tussen politici onderling, maar juist ook tussen ambtenaren die adviezen op de tafel van de politicus leggen en de bestuurder. Mm-hmm. Mooie uitleg. Ik heb wel zelf het gevoel dat die politici helemaal niet meer greep hebben gekregen op bestuur en meer bezig zijn geraakt met communicatie en op tv verschijnen en ingewerkt moeten worden. Maar nu je dit zo zegt, ik deel wel je. Ik snap wel wat je zegt over de bestuurslaag, dat die zelf ook wel iets. Daar is iets van aan ontnomen. Ja. En je kan ook wel bijvoorbeeld die. Want hoe kijk jij nou specifiek naar het roulatiesysteem? Zeg jij daarvan. Eigenlijk zijn er goede argumenten voor te geven, maar het heeft ook grote nadelen? Of zeg je ervan dat moet teruggedraaid worden? Of nee, kijk, Cenk Willink zegt in zijn laatste boek, hè, die is ook eigenlijk immer kritisch over het openbaar bestuur, al decennia overigens. Maar die is een beetje van. Vroeger was alles beter. En zegt zelfs van de Algemene Bestuursdienst moet eigenlijk worden opgeheven. Dat gaat mij te ver. Ik heb de heer Cenk Willink over zeer hoog zitten, maar vind ik een beetje populistisch. Eigenlijk. Ik denk niet dat dat de oplossing is voor het probleem waar we het zojuist over hadden. Maar het is natuurlijk wel een soort toplaag die rouleert. En er is best iets voor te zeggen om zo nu en dan te denken van hebben we die toplaag nodig? Ik zou je er zeggen, laten we gewoon die oorspronkelijke 7 jaar een beetje in acht nemen. Ja, want het idee dat je natuurlijk af en toe verkast, en misschien komen we zo nog wel op alle politieke leiders die de afgelopen weken ook zijn opgestapt, dat je verkast na een bepaalde tijd, zodat je niet over je houdbaarheidsdatum heen raakt en dat iemand anders weer eens kan proberen met nieuwe ideeën, is niet zo gek. Ze noemen dat in de wandelgangen overigens de 3-5-7 jaar regel groei, bloei, doei. En die vind ik altijd wel heel mooi. Ja. Maar die zegt eigenlijk ook, het kost natuurlijk een paar jaar om ergens in te groeien. Dan kun je eigenlijk gaan oogsten. Maar als je dus na 4,3 jaar dan gemiddeld alweer verkast, en dat betekent dat je in jaar 3 alweer aan het kijken bent eigenlijk naar je volgende mooie functie. Ja, dan kun je niet de deskundigheid en het gezag opbouwen op een departement, maar ook niet in een sector. Nee. Om je bestuurder ook stevig van repliek te dienen. Dus ik zou zeggen, als we die 7 jaar nou weer een beetje terugkrijgen, dan moet de ABD zeker gewoon blijven bestaan, want er gebeuren ook ontzettend veel goede dingen daar. En dat is ook de groep mensen die bij jou in de collegezaal zit? Ja, niveau daaronder ook. Dus laten we zeggen in overheidstermen schaal 12 tot 15. Dus een beetje het middenmanagement. Ja. Senior beleidsmedewerkers. Overigens ook van gemeenten en provincies. Daar geef ik veel masterclasses voor. Dat zijn overigens mensen die me altijd ook heel erg inspireren en die ik een warm hart toedraag. En ik heb ook dik vanuit die lens wel een beetje dit essay geschreven. Dus enerzijds ik maak me wel wat zorgen over of ons bestuur nog door kan pakken op een aantal grote opgaven. Maar tegelijkertijd ook
We zijn met z'n allen vaak zo negatief over de overheid en beseffen ons denk ik nauwelijks dat er honderdduizenden mensen iedere dag aan het werk zijn om ons land nog redelijk te laten draaien tegen een niet al te hoog salaris met een hoop bagger over zich heen. Ja. Dus ja, ik vond het ook wel eens mooi om eens iets te schrijven voor al die mensen met wie ik werk en voor wie ik zie dat ze heel gemotiveerd zijn, maar het soms best wel een beetje moeilijk hebben. Ze bedoelen het heel goed. Ja? En ze krijgen best veel salaris trouwens. Ik weet niet of je salarisvergelijkingen wel eens leest. Maar... het ligt ook een beetje aan op welk niveau natuurlijk. Ja, maar, ja. Kijk, ja, je kan altijd meer verdienen bij Shell, maar dan ben je ook niet met de publieke zaak bezig. De vraag of je dat moet willen natuurlijk. Ja. Kan, maar ambtelijke helden gezocht uit de titel. Ja. Dus het is toch niet zo dat je ze meteen kunt aanwijzen? Of is het een provocatie, deze titel? Natuurlijk moet je een beetje prikkelen en provoceren met zo'n essay. Maar wat ik wel probeer te doen, en de subtitel is... hoe een nieuwe generatie publieke leiders onze overheid weer uit het slop gaat trekken. Mm. En dan vragen dus mijn cursisten aan mij van... nieuwe generatie betekent het dus ook dat ik eigenlijk maar weg moet en dat dan de twintigers en dertigers dat gaan doen. Dan zeg ik altijd, een generatie heeft niet zozeer met leeftijd te maken. Maar wat ik mooi zou vinden is als er een beetje een kritische massa ontstaat van een wat scherpere, rebelse type ambtenaar. Hm. Maar pak dat eens uit, hoe zou dat er concreet uit kunnen zien? Ja, kijk, er is veel discussie op het moment over ambtelijke activisten, hè? Bij de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld is er nu een handleiding geschreven voor de activistische ambtenaar. Ja. Die mag nu à la Google 10% van zijn tijd besteden aan, laten we zeggen, bijvoorbeeld klimaathobby's. En hoe ga je dat binnen de gemeente verder brengen? Best wel bijzondere maatregel eigenlijk. Ja, ja. Ik zeg in het boek heel bewust, echt activisme puur sang ben ik niet zo van, want dat kan ook leiden tot sabotage. He, en eigenlijk ondermijning van het politieke primaat. Waar het mij om gaat, is dat ambtenaren wat minder bang zijn voor die soort van mythologie van career suicide. Dus als ik mijn mond een paar keer open trek, dan ben ik hier persona non grata en dan word ik opzij geschoven. Ja, dan zeg ik altijd, we hebben dus honderdduizenden mooie banen in Nederland in het publieke domein. Hoge mate van arbeidszekerheid, ook na de normalisering. En een schreeuwend tekort aan goede krachten. Dus ja, als jij ergens een paar keer heel erg kritisch uit en je bent daar dan misschien even wat minder geliefd, is het ook niet zo dat je niet nog ergens anders weer vol vuur aan de slag zou kunnen. Ik zou zeggen, laten we mensen alle ook wat minder bang zijn of krampachtig zijn. Voor die dat carrière of dat loopbaanbelang. Wat moeten ze dan zeggen? Wat is die kritiek dan? Wat kun je de handen en voeten aan geven? Want zeker. Dat ze in Amsterdam betaald worden om op de A1 te gaan zitten is wel een bijzondere variant. Nieuw voor mij. Ik zeg in het essay ook van, in je vrije tijd demonstreren moet je vooral lekker doen. Ja. Maar echt ambtelijk activisme, weet ik niet. Ook. Ja. Er zijn ook in de geschiedenis wel voorbeelden van dat niet zo goed verloopt. Kijk, voor mij gaat het om het volgende. Wij hebben in Nederland ambtenaren die, als ik nou de held zou moeten omschrijven, dat is iemand die dan deskundig, integer en vanuit een vrij grote mate van autonomie, dus ook los van politiek of partijbelang, gewoon de allerbeste beleidsadviezen schrijft en geeft. En de ambtenaar heeft heel veel invloed, hè, want die bepaalt welke drie opties van de 17 op het bureau van de bestuurder komen en welke 14 er afvallen. Want die bestuurder wil natuurlijk helemaal geen 17 opties op zijn bureau. Dus die ambtenaar heeft in dat voorportaal mogelijk al heel veel invloed. En die invloed moeten ze steviger maximeren, wat mij betreft. Hm. En ook in de discussie die daar dan op volgt, er mag best wel een heated debate zijn met de bestuurder. Ook zeggen, jij wil A, maar vanuit mijn deskundigheid kan ik je echt vertellen dat B vele malen beter is. En ik ga nu tot aan de rand van de afgrond, zoals een ambtenaar mij ooit eens mooi vertelde, verdedigen dat het B moet worden. Dan kom je op de rand van die afgrond en dan zegt de politicus, het wordt toch A, want ik kan B politiek niet verkopen. En dan kom je op een punt waarvan ik zeg, moet het ook bij het ambtelijk ethos passen, om dan dus niet te gaan saboteren of te gaan zitten frustreren. En dan zeggen van, als ik dat over mijn hart kan verkrijgen, ga ik toch loyaal deskundig, efficiënt die bestuurder helpen om A uit te voeren. Anders moet ik een andere rol of een andere job zoeken. Of als ik echt activistisch ben, moet ik zelf de politiek ingaan. Dus dan blijven we ook een beetje rol zuiver met z'n allen. Dat zou kort samengevat mijn perspectief zijn. Ja. Maar dat suggereert toch wel dat veel ambtenaren daar moeite mee hebben. Dus dat men zich
te snel laat leiden door de keuze die ze verwachten. Dat ze niet de tijd kunnen nemen, niet nemen om die verschillende scenario's goed uit te werken. Het is van twee. Ik denk dat dat bij een deel van de ambtenaren absoluut het geval is. Ik denk ook dat we een, zeg maar, bestuurdersklasse hebben die misschien naar de buitenwereld toe propageert dat ze zich omringt met kritische denkers, maar toch in de praktijk ook wel yes men en yes women aantrekken. Hè? Dus ik weet ook niet of men altijd wel zo zit te wachten op dat hele kritische advies, als ik heel eerlijk ben. Terwijl, ja, sterke leiders omringen zich toch ook met sterke mensen die ze tegenspreken. Ja, ben jij ook omringd door kritische... Zeker, ja. In de wetenschap ben je immer omringd door kritische... Ja, mijn idee. Zoals in de wetenschap kun je helemaal je eigen detailhobby uitventen en dan zoek je andere detailisten die... Je hebt grote mate van vrijheid van denken, gelukkig dat moet ook vooral zo blijven. Ja, maar is toch iets anders. Vrijheid van denken gedijt natuurlijk juist ook wanneer je tegengas ervaart. Zeker. Nou ja, ik weet dat niet... Dus ik herken heel erg van wat je zegt in de wetenschap, denk ik juist, dat er heel weinig tegenspraak is. Oh, ja. Het is juist... Ja. Omdat het bijvoorbeeld peer review is ook zo georganiseerd. Hè? Je dient een artikel en dan gaan ze iemand zoeken die ongeveer in dezelfde lijn zit. Die gaat dan allemaal kritiek geven. Ja. Maar ja, hoezeer dat echte tegenspraak is... Ja, ik wilde net iets gaan zeggen namelijk over die peer review. Ja. En je bent er zelf natuurlijk ook bekend mee. Mijn ervaring wel dat je behoorlijk stevig uit de zak kunt krijgen. En vaak ook wel op een manier die echt hout snijdt. En al mijn publicaties zijn altijd vele malen beter geworden door peer review, maar dan krijg je af en toe wel flink van langs. En dan moet ik vaak ook uitleggen, hè, op het spreekwoordelijke verjaardagsfeestje. Want dat weten heel veel mensen niet. En ook de mensen die steeds meer zeggen, wetenschap is ook maar een mening. Of wat weten jullie nou? Die denken soms, ja, je schrijft iets, je stuurt het op en dan wordt het gepubliceerd. Dan leg ik altijd, zo werkt dat niet. Nee. Een artikel van 12 pagina's heeft soms wel, is wel 3 jaar door de molen gegaan. Dus ik denk, die mate van tegenspraak is er wel. Ik heb overigens ook, zo ben ik dan zelf ook alweer, je moet jezelf ook serieus nemen als hoogleraar, in dit essay, toegankelijk, activistisch, een beetje prikkelend geschreven, nog steeds wel 103 eindnoten mogen opmaken aan het eind van het essay. Want ik dacht, ja, de vakgenoten moeten natuurlijk ook wel zien dat het bestuurskundig fatsoenlijk onderbouwt. Deugd, ja. Dat is de prijs trouwens, want daardoor kun je dus nog even verder lezen in waar je die modellen bijvoorbeeld over die verbindende leider nou vandaan haalt. Ja. Dat is ook heel goed. Kan je misschien zo'n standaard schema dus een beetje voor ons afpellen? Want bijvoorbeeld dit standaard schema. Ja, ja. Omdat ik ook dacht van ja, dit zijn termen die vallen overal. Die worden ook wel eens gebruikt om met elkaar op een post-it middag bezig te zijn. Dus ik dacht, misschien kan jij me eens ophelderen van complexiteit. Het is echt zo'n soort, hoe zou ik het noemen? Een shibboleth, hè? Een soort, een buzzword. Ja, een buzzword. Ja, ja. En men zegt al snel, het is zo complex. Ja. Moet naar experts of het is zo complex. Eens. Ja. En er zitten meer van die termen in dit model waarvan ik dacht, ja, ambiguïteit, onzekerheid, volatiliteit. Kun je eens reflecteren, kun je ons eens meenemen in waarom zo'n schema voor jou toch de zeggingskracht heeft? En zeker, ook misschien meenemen waarom het voor sommige mensen dus aanvoelt als een bullshit bingo. Want ik vecht er zelf ook tegen. Ik denk van, maken we het nou niet met zo'n model? Wat is nou nog de hanteerbaarheid hiervan, ook in relatie van theorie en praktijk? Van hoe... Ja. Ja. Kun je dingen nou blijven beter maken, ondanks dat je eigenlijk zegt het zit in de hoek van de ambiguïteit. Wat eigenlijk zoveel betekent als, ja, het is onduidelijk wat het betekent. Ja, het heeft twee betekenissen. Ja. Heel terecht punt. Hè. Dus je doelt op het schema over de zogeheten VUCA-wereld. Hè. Dat is een term, die komt uit Amerikaanse defensiekringen. Waar ze op zich best wel altijd een beetje voorlopen als het gaat om leiderschap, strategie, scenario denken. Er komt heel veel interessant denken eigenlijk uit defensiekringen, als je ook naar de geschiedenis kijkt. En die VUCA-wereld is op een gegeven moment ontstaan als een soort framework om de wereld te omschrijven waarin we nu leven. Dus hoge mate van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Ik gebruik hem inderdaad heel vaak, juist ook in leergangen, aan het begin. Ja, als ik zeg van, hoe ziet de wereld van een publieke leider er nou uit? Omdat ik het wel een geschikt framework vind om een lens eigenlijk om mee naar de wereld te kijken. Dan heb je inderdaad ook mensen hoor, die zeggen, ja, dan staan er allemaal mannen in blauwe pakken ons te vertellen dat de wereld VUCA is.
En dat allemaal consultancy en zo, en maken het moeilijker dan het is. Dus die kritiek herken ik ook wel. En tegelijkertijd zie ik ook wel dat heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is inderdaad wel hoe mijn wereld op het moment in elkaar zit. Die ambiguïteit bijvoorbeeld, hè? Dus dat er eigenlijk weinig acceptatie is van bepaalde evidence, bepaalde feiten die ook echt voor waar worden aangenomen, of expertise of de experts zelf. Die in toenemende mate eigenlijk in twijfel worden getrokken. Je hebt het natuurlijk tijdens COVID heel sterk gezien, met klimaat zie je het ook. Wat is eigenlijk nog waar? En de kennis waar de overheid zich op baseert, en dan kom je ook wel weer bij die deskundige ambtenaar, die ligt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, permanent onder vuur. Dus dat type ambiguïteit, denk ik, voor ons allemaal wel heel herkenbaar. Er zit ook iets anders in. Ik denk dat wij allemaal als burgers en kiezers zelf ook een beetje ambigu zijn. Dus ik grap altijd in die collegezalen van, ik heb vrienden die op GroenLinks stemmen, maar ze hebben wel 3 SUV's, 4 kinderen en willen 5 keer per jaar naar Bali. En dus ze zeggen tegen de overheid, ja, ik wil dit van u, een heel streng klimaatbeleid. Als je dan naar hun eigen gedrag kijkt, dan denk je, ja, dat is daar bepaald niet mee in overeenstemming. Wat vervolgens het leven van die publieke manager ook weer heel, heel lastig maakt. Als ik nog eentje mag, dus als die ambiguïteit, ja, ik denk, toch al dus herkenbaar en ook een mooi framework om mee naar de realiteit vervolgens te kijken, is die complexiteit. En dan zeg ik ook wel eens in zo'n zaal vol met ambtenaren, we noemen inderdaad wel heel gauw dingen complex, dus er zit wel een beetje begripsinflatie bij. Volgens mij moet je onderscheid maken tussen gecompliceerd en complex. En dan zeg ik altijd, gecompliceerd is een langlopende relatie leuk houden bijvoorbeeld. En complex is klimaatverandering oplossen. Omdat je met zo'n ontzettend veel variabelen te maken hebt, die allemaal met elkaar samenhangen. Een onduidelijke, zeg maar, probleem-oplossingscombinatie, even in bestuurskunde taal. Degene die het probleem hebben veroorzaakt, zijn misschien niet degene ook die het moeten oplossen. Maar wie dan wel? En ik denk dat best wel veel beleidsproblemen vandaag de dag inderdaad complex zijn. Ook complex zijn gemaakt, hè? Zeker in het Nederlandse bestuurlijke stelsel. Maar dat is wel vervolgens complexiteit waar je mee te dealen hebt. Of je gaat dat stelsel verder ontwarren en ontwaren. Ja. En simplificeren, je probeert daar iets aan te doen. Of je dealt met de complexiteit en je accepteert dat je met kleine stapjes, incrementeel met heel veel partijen, af en toe zaken ietsje verder kunt brengen. Dus ik denk die VUCA-wereld, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, meer een bruikbaar framework is om deze wereld te duiden en wat die impliceert voor publieke managers, dan een stukje bullshit bingo. Maar ik herken de kritiek wel. Ja, ja. Nou, heel goed dat je me herkent. Want ik denk dat veel mensen die op hun werk ook het ingewikkeld vinden, dat de vraag is in welke zin zo'n theoretisch raamwerk hun werk nou verder helpt. Hè? Ja. Dus daar zit een soort spanning tussen theoretische opheldering en verder helpen. Maar ja, dat verder helpen heeft vaak ook te maken met de systeemverandering. Een leraar die bijvoorbeeld wil dat het functioneel analfabetisme de wereld uitkomt. Ja. Daar heeft inmiddels bijna een kwart van de 15-jarigen last van. Dat is best wel veel. Zeker. Maar het vereist toch een keten van veranderingen. Dat is een enorm politiek besluit. Met veel bestuurlijke implementaties. Dus ja, dat gaat niet gebeuren. Bovendien zal dat ook ambiguë effecten hebben. Ja, nou ja, en die leraar, want dan heb je het over, dan kom je ook uit bij zaken als migratie en zo. Hè? Dus waar komt dat dan vandaan? Ja. Dat leerlingen steeds slechter lezen. En dus dat overstijgt ook verre, laten we zeggen, de sector onderwijs. Helemaal de spankracht van een individuele docent. Nou ja, en dan kom je wel weer bij dus die C van VUCA waar we het net over hadden. De enorme samenhang tussen alle variabelen en allerlei knoppen waar je aan zou kunnen draaien in de wereld van vandaag. En zeg je van, ja, oké, het is theoretisch, wat heeft de praktijk daar nou aan? Nou ja, eigenlijk twee dingen. Ten eerste om heel inzichtelijk te maken dat dus die wereld om ons heen vraagt om hele samenhangende, intelligente respons op lastige problemen. En dat vervolgens, als je naar binnen loopt bij die overheidsorganisaties, je nog steeds de bureaucratische, functionele harken voor een groot deel ziet, een enkele taskforce daar gelaten uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Omdat er dus in toenemende mate een mismatch is tussen buitenwereld en binnenwereld, wat het leven van de publieke leider heel complex maakt. En twee, wat ik in mijn werk wel heel erg probeer te doen, is het niet te laten bij, nou, it's VUCA out there, wat is het allemaal ingewikkeld, mensen, maar dat als startpunt gebruik
om vervolgens heel diep in te zoomen op allerlei type leiderschap en opgaven die er liggen. En wat het ook betekent voor de skills voor de ambtenaar van morgen. Dus ik probeer hem wel ook uit te werken en te vertalen in zowel mijn onderzoek als onderwijs. En als jij nou die bestuursdienst op bezoek hebt, hè, die zit bij jou in de collegezaal, zo'n algemene bestuursdienst of wat daar dan onder zit, dus de top, zeg maar, niet de DG's en SG's, maar de ambtenarij die echt senior beleidsmaker is en dat al zeg 10 jaar doet. Heb je dan het idee dat ze op dat niveau opereren dat hier uit zo'n model blijkt? Dat je ook denkt van dat hebben ze door, ik krijg ook wel vertrouwen in de overheid als ik dat zie? Want er is natuurlijk een soort rare, daar open je boekje mee. Ja. Dat je zegt van ja, men is heel kritisch over de overheid. Tegelijkertijd allerlei internationale indices die wijzen aan dat we het heel goed doen. Ja. Dus is dit nou een voorbeeld van iets waar jij van zegt, ja nee, dat reflectieniveau is best wel hoog. Ja. En het bewustzijn van hoe alles samenhangt, het is gewoon heel ingewikkeld. Dat is dan misschien een woord dat niet uit die boeken komt, maar heel moeilijk om de praktijk te veranderen. Ja. Maar op zich is het wel bevredigend om die mensen te horen praten over functioneel analfabetisme of duurzaamheidsbeleid. Ja. Of zeg je van nou, dat is ook, ja, nee, we moeten ook meer mensen hebben die dat kunnen. Nou, ik deel voor een groot deel die analyse wel. Dus ik vind echt wel het niveau van de senior ambtenaar in Nederland over het algemeen behoorlijk hoog. De motivatie deugt, de integriteit deugt ook. Vakkennis up-to-date, het zou soms nog iets beter kunnen. Ja, dus ik hoor mensen in die groep en misschien juist wel ook het niveau daarboven, het allerhoogste niveau, best wel vaak dingen roepen als we moeten echt iets met AI. Ah, big data, daar moeten we iets mee. En dan zie ik de IT-consultants alweer likkebaardend, handenwringend naast de deur van het ministerie staan. Omdat met zulke ongerichte vragen en allerlei projecten beginnen met wat kan dromers. BZ, VWS, INW met AI. Ik denk, welke vraag wil jij beantwoorden? Of welke service wil jij verbeteren? Door bijvoorbeeld met een algoritme te gaan werken. En je kunt echt met een cursus van een paar dagen, in ieder geval op bazaal niveau, je een beetje eigen maken met wat is een algoritme eigenlijk? Wat zijn big data? Wat kunnen we daarmee? Dus op dat niveau gewoon het leven lang leren, bijplussen, bijspijkeren van kennis op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, kan nog wel een tandje beter. In plaats van alleen maar op persoonlijk leiderschap, zingevingsachtige cursussen te gaan. Dus ook hard skills bijhouden, lijkt mij een goede zaak. Maar over het algemeen denk ik reflectievermogen, nogmaals integriteit, deskundigheid, motivatie zit wel goed bij onze ambtenarij, maar ze functioneren ook in een mediacratie, in een politiek mediacomplex met soms best wel angstige bestuurders die heel bang zijn ook voor beeldvorming, die het wel eens lastig maakt om door die muren heen te beuken of te walsen. En daar roep ik ze met dit boekje wel toe op, in ieder geval. Ja. Dus de doorbreekt de clichés en dus is die tegenspraak. Zeker, ja. Ja, boeiend om zo van jou te horen. Dus die complexiteit, die volatiliteit, die ambiguïteit is best wel hoog. We weten dat ook. Het ligt dan eerder aan onvoldoende weet van het vakmanschap, van het specifieke domein, hoe dat te integreren. Maar op zich heb je dan best wel dat je zegt de hoge verwachtingen van de overheid zouden moeten kunnen worden waargemaakt. Waarom denken veel burgers dan van niet? Dat is deels de bullshit bingo, hè? Dat ze denken van heel veel taal, heel veel visiedocumenten op tafels. Ja. Heel veel mensen die inderdaad 17 scenario's terugbrengen tot 3, terwijl wij willen er maar 1. Hè? Dus die kritiek. Ja. Maar wat zit daar nog meer achter? Ja. Dat is denk ik wel onderdeel van het probleem. Dus er wordt een taal gesproken, ook op ministeries, waarvan ik wel eens zeg van, guys, you're in the matrix, weet je wel. Je zit hier in een wereld met bepaalde taal, rapporten en modellen waar de buitenwereld helemaal niks meer heeft. Dus dat is één, dat kan wel wat simpeler, wat teruggebracht worden naar de kern. Twee, denk ik, dan gaan we een beetje psychologiseren ook over de burger. Maar dat is een meer sociaal-culturele component. Wij zijn echt wel een landje van klagen, soms azijnzeiken. Ja. En ook denken dat we het allemaal beter weten. Hè? Dus we hadden altijd 17 miljoen bondscoaches. Nou, daarna kregen we 18 miljoen virologen. En inmiddels is iedereen klimaatexpert. En ik heb jaren in Azië gewoond en gewerkt. En daar is dat echt heel anders. Dus daar is meer, schoenmaker blijft bij je leest, ook respect voor iemands expertise. En het idee van, jij hebt daarvoor doorgeleerd, dus je zal het wel beter weten. En dat vind ik in Nederland soms, zouden we ietsje meer weer mogen terugkrijgen. Want het is hier wel heel erg van, veel ruimte innemen, hard om je mening schreeuwen, en dan vervolgens doen alsof het allemaal niet deugt zonder je ergens in te verdiepen. Dus die klaagcultuur zit er ook wel in. Ja, en dan de derde, is een cliché, maar toch ook denk ik wel waar.
ja, goed nieuws is geen nieuws. Dus ik vind weinig, laten we zeggen, positieve verslagen is terug in de media over wat wij wel goed doen in Nederland. Noem eens een mooie beleidsprestatie eigenlijk dan. Noem er eens een waarvan je zegt van nou, dat is nou echt, daar zou je studie van kunnen maken. Dat is echt een mooie beleidsprestatie. Ja, de hervorming van het zorgstelsel is eigenlijk in bijna alle opzichten een heel groot succes. Wat was de kern daarvan? Geweest. Nou, van twee stelsels en allerlei ingewikkeldheden teruggaan naar, zeg maar, wat we in het buitenland noemen universal healthcare. Systeem voor iedereen met een redelijk betaalbare premie en behoorlijke zorg op niveau. Valt ongetwijfeld ook van alles op aan te merken, maar die transitie is best wel goed verlopen. Ik denk van recenter aard, bijvoorbeeld dat ik wel eens tijdens college geef. Een paar jaar geleden stuurde Connexion, regionale vervoerder, semi-overheid, maar toch, in één keer 100 elektrische bussen de weg op. En het enige wat daarvan te zien was, was een zelfgemaakt filmpje met een telefoon van een bibberende Connexion-medewerker. En ergens ging een slinger de lucht in en een fles champagne open. Toen dacht ik, als wij nu in Singapore of Dubai waren geweest, of een andere plek waar men veel beter is in het promoten van de eigen prestaties, dan had hij de New York Times op de stoep gestaan. In één keer 100 elektrische bussen de weg op. Nou ja. Dat is nog eens een slag op duurzaamheid. Oh ja, je gaat nu, ja. Dus we zijn ook wel eens een beetje te bescheiden, denk ik. Ja. Leuk. Zeker, ja. Geweldig, ja, dat je kwam vertellen over je pamflet. Ja, heel graag gedaan. De burger is misschien te heldhaftig, de ambtenaar te weinig. dank. Graag gedaan. Was leuk. Dankjewel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.